Voor mij een genoegen om vandaag weer morgen te zeggen op deze donderdag voor de Roko 26 april 2018. Een regenachtige dag, vooral als we inzoomen op Paramaribo. En ik ben ook zeker van dat er bepaalde gebieden buiten Paramaribo ook echt last hebben gehad van zware regenbuien in de afgelopen dagen en gisteravond naar vanochtend extra. Ik wil groeten de mensen die zijn afgestemd en die luisteren via de SRS, een Biggie Brada. Ook toe dingen we waar we een shoot odi, moppen uit de studio voor STVS. En we hopen dat je alleen nog meekie, lesi teki, abra. En alleen gi ook toe den wansang e prani a okasi zodat die pchi watra kan ko in de tuin. En dat de sansa ding prani kan gro na afasi. We hebben vandaag studenten op bezoek. We hebben ook een team van Akata Kondre die dat vandaag samen met ons over bepaalde onderwerpen zal praten. We gaan ook de heren van of de fans van Real Madrid feliciteren in deze uitzending, omdat die winst van op Wantra Denki of Wantra voetbalteam heeft de man Pot Roko, dat je heeft gedaan van Akro. Toen man die man Akro leek van de man bo kiezen of de man moest kiezen eten. Maar we geven hem een applaus en Maliki de man die ook toezang in Horbaka in Madrid of Snapbaka Madrid, de man dat schreef voor wiens een sweet day. Aan de andere kant heb ik gemerkt dat aardig wat schoolterreinen onder water zitten. Ik ben voorbij de Alberga school gereden en later ook nog de technische school aan de Drambrandesgracht. En dan is dat je aan op Chinzo Watradeta Pascoro Jari. Sommigen zullen het leuk vinden, maar ik wil toch nog nadruk leggen op het belang van Schoro. Isabi voor de jongeren. No longwa oso denk je dat je doe je vrouw, maar je doe je schreefie of je doe meneer, je doe je schreefie. Want even ik kan. Fit, vooral de technische school, fit, naar een toestong. Dan denk ik dat ik kan door een klas, zeker wel. En voor de mensen die misschien naar de stad komen en ze weten dat ze aardig wat dingen moeten doen, zaken moeten regelen, zorg ervoor dat u een paraplu meeneemt en of een laars. Want bepaalde passies zijn zodanig dat men denkt dat hij je abadekati voor wat kan gaan zo voetu in awatradati. Aan de andere kant zien wij ook dat de manschappen van OWTNC, het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, ook heel druk bezig zijn met werkzaamheden in de binnenstad, omdat zij na zoveel klachten echt hebben geconstateerd dat nou, wabifu op het tempo op Chinsomoro en de mij constateren om een tratratrasani ook toezang en zorg dat dat wat ratans doen in een foto. Maar we hebben persoonlijk met ze gesproken en een man leg hoe uit precies. Sana a fasi fu roko fu kameki a watrasans doen kan hargwe. Dit weekend of het komend weekend hebben wij in district Para en district Brokopondo ook wat plezierigheid. Los van dat zij focussen op de cultuur en focussen op de traditie, hebben zij ook nog andere dingen die zij aan de man zullen brengen. We denken aan de mensen van Ready Doti, die nu al heel druk bezig zijn om alles wat ze kunnen doen met ananas te presenteren op zaterdag aanstaande. En aan de andere kant de Samaka Fumi, die ook toe de bezig druk naar een Heritage Festival. Hoe legon liba aan de abi a hosu denu. Dat wil zeggen voor zorgrondtap wat ze in huis hebben. En ik heb vernomen van de organisatie dat ze nu al wachten op de dag. En het maakt niet uit of na alleen of na song. Enigste sansa die ab na de ede. Na voor mij klaas kreeg kan sorry aan mooi zee voor klaas kreeg. De studenten die heb ik nu al in de studio. En voordat ze aanschuiven ga ik u ook kort informeren over wat er zal gebeuren of wat deze studenten van plan zijn te doen. Ze zijn studenten van het IOL en de studie richting economie. Daar hebben zij hun schouders onder gezet of zij volgen die studie strak. Ik zie dat ze nog naar een plek zoeken. Het is niet economisch hoor. Jullie komen straks aan de beurt. En de Meet in Suriname beurs die wordt straks gehouden. We horen precies van hun wanneer het start.
En zij hebben een presentje. En een presentje moet zodanig verkocht worden dat bijna de moesman, na een serie, sa de serie, de moesman behaalt de resultaten, sa de abna edi, voekang kiesboemboencijfer. We hebben twee korte vrouwen, omdat ik langer dan jullie ben. Goedemorgen. Jullie kregen beide de ruimte om kort te vertellen wie jullie zijn. Wij zijn studenten van het IOL. Yes. We volgen de opleiding economie. Mm-hmm. En als onderdeel daarvan moeten we een mini-onderneming doen. Ja. En in deze mini-onderneming moeten we zelf producten vervaardigen en verkopen. Oké, uw naam is? Kensenhuis Abigail. En uw klasgenoot? Tomokario Charalen. Tomokario. Ja. Welkom in de studio. Dank. We gaan praten over jullie opdracht, ja. Maar we zien toch nog dat jullie wat spullen hebben meegenomen. Heeft ook te maken met jullie opdracht. Ja. Hè? Ik heb begrepen dat het niet makkelijk is om geld te genereren. Economisch bekeken is het heel hard werken. Ja. Wat hebben jullie allemaal in mind? Of laten we beginnen bij jullie opdracht. Hoe ziet jullie opdracht eruit? We moeten een jaar lang een onderneming runnen eigenlijk, waarbij we aan het begin aandelen moesten verkopen om op die manier een beginkapitaal te hebben om te kunnen beginnen met ons onderneming. Ja. En nadat we alle aandelen hebben verkocht, zijn we toen begonnen met eigenlijk het bepalen van het product en welke materiaal we allemaal gaan gebruiken. En toen alle gelden binnen waren, zijn we begonnen met de productie. Dus we gaan het echt uitdiepen hoor. Dus jullie hebben een opdracht gekregen. En ja. Wat was jullie opdracht? Een onderneming runnen. Ja. Toch? Voor een jaar. Ja. En daar moesten jullie aandelen verkopen. Ja, hoe is dat gegaan? We zijn met een groep van 12 studenten. Uh-huh. En we moesten elk 10 aandelen verkocht hebben van 20 SRD. Het is niet echt makkelijk gegaan, want je moest mensen overtuigen van waarom zouden ze een aandeel bij je moeten kopen. En bij wie zijn jullie gaan aankloppen? Familieleden, docenten en vrienden. En waren ze happerig? Ook vrienden, mensen die we gewoon niet kennen. Oké, waren ze happerig? Jawel. Oké, dus die aandelen zijn verkocht. Ja. 10 maal 20 is 200 per student. Ja, 200 per student. Ja, toch? Ja. En als dat binnen is gehaald, wat is er dan verder gebeurd? Daarmee hebben we dus materiaal gekocht om te beginnen aan onze pennenhouders. Ja. Moet ik me bedenken dat een aandeelhouder ook recht heeft op de winsten? Ja, dat klopt. Dat klopt. Oké. En jullie opdracht is dat jullie spullen moesten vervaardigen. Waar zijn jullie dan verder gegaan? Of hoe zijn jullie verder gegaan? Dus we hadden vier opties. We dachten aan pennenhouders. Leren tassen. Ja, leren tassen. Tafelboekjes. Dat was een boekje waarbij kinderen eigenlijk op een leuke en makkelijke manier tafels konden leren. Want wanneer je in de praktijk gaat, dan zie je dat kinderen tafels helemaal niet kennen of heel slecht zijn erin. En dat wilden wij eigenlijk doen. En onze laatste optie was? Geborduurde pangjes. Dus door eigenlijk marktonderzoek hebben we dus gedaan. We hebben enquêtes gemaakt, we hebben mensen gevraagd wat zij eigenlijk wilden. En toen zijn we tot het besluit gekomen en hebben we gezien dat veel mensen toch die pennenhouders wilden. En zo is ons product tot stand gekomen. Hoe lang hebben jullie aan gewerkt en hoeveel producten hebben jullie intussen, als ik zo moet denken aan het aantal studenten, hoeveel producten brengen jullie op de markt? We hebben vanaf november gewerkt en tot nu toe hebben we ongeveer 166 producten. Maar we hebben ook al verkocht, dus we hadden eigenlijk meer dan die 166 producten. En de geschikte kans of ruimte wordt meet in Surinamebeurs voor jullie? Ja, merendeels, ja. Vertel me over meet in Surinamebeurs. Als student economie, wat weet je van de meet in Surinamebeurs? In de meet in Surinamebeurs worden eigenlijk producten verkocht die op de hand gemaakt worden. Surinaamse producten.
Ja, Surinaamse producten. En wij zijn ook Surinamer en we hebben ook op de hand onze producten gemaakt. Mm-hmm. Ja. Zelf gezaagd, zelf geplakt, alles hebben we zelf gedaan. Is het nog populair wat jullie hebben? Ik denk dat het is pas. Het is misschien niet populair, maar het is wel uniek. Yes. Ja. Want vele pennenhouders worden met machines gemaakt en wij maken onze pennenhouders eigenlijk met de hand. Met de hand gezaagd, bamboe met de hand gezaagd, zelf verneest, zelf getimmerd, allemaal gedaan alleen door dames. Dus daarom vinden wij dat ons product uniek is. Yeah. Oké, okay, en ik zie bamboe daar, wat heb jij daar? Dit is een PVC-buis. Oké. Okay. Yeah. En wat ons product ook uniek maakt, wij decoreren het. Wij decoreren onze producten. In vergelijking met de pennenhouders die al op de markt zijn, vind ik wel dat ons product mooier is. Misschien dat je het even kan vasthouden zodat de mensen kunnen zien wat je precies hebt. Het is een PVC. Een PVC. Met pompoms. Pompoms. En jullie gaan deze producten. Jullie gaan eigenlijk. Jullie staan ook op de beurs, heb ik begrepen. Jawel. Wat is dan het doel om deze beurs ook te ondersteunen? Nee. Eigenlijk ons doel om mee te doen aan de beurs is om zoveel mogelijk onze producten naar buiten te brengen en ook proberen om onze producten te verkopen. Want aan het eind moeten we 341 producten verkocht hebben. En als het niet is bereikt, wil dat zeggen dat wij ons module niet hebben gehaald en moeten wij het volgend jaar opnieuw doen. Dus eigenlijk is ons doel zoveel mogelijk te verkopen, te produceren eerst en te verkopen om ons doel te bereiken. Ook om een winst eigenlijk te behalen. Door meer te verkopen kun je meer produceren en meer daardoor moeten we ook een winst proberen te halen, zodat we ook de aandeelhouders hun uitkering kunnen geven en om onze module te halen. Jullie doen economie? Jawel. Dit is onderdeel van jullie studie? Jawel. En als jullie kijken economisch, met een economische bril naar Suriname. Wat ik wil van jullie beiden een mening hebben, maar we starten eerst bij jou. Als je kijkt naar, gooi hem nog vijf kalenders erbij. Dan wat is jouw visie of wat zie je, je opinie? Over Suriname? Mm-hmm. Wel, wat kan ik zeggen? Als ik weet je niet voor eerst. Eerst we gaan eerst bij jou dan. Oh, wat is uw vraag? Nog dus, een keer? Jouw opinie als het gaat om de Surinaamse economie. We gooien nog 5 jaar erbij. Wat denk je, waar belanden wij? Wel. En wat zouden we moeten doen om tenminste economie vooruit te brengen? Die zware crisis te kunnen overbruggen? Ik denk dat niet ik alleen. Ik denk dat heel Suriname het voelt dat het economisch heel erg slecht gaat in het land. En wat er gedaan zou moeten worden. Ik vind dat er meer Surinaamse bedrijven opgezet moeten worden, waarbij Surinamers eerder de kans krijgen om te werken in dat bedrijf in plaats van buitenlanders te halen naar Suriname. Omdat je op die manier het geld blijft in Suriname, omdat Surinamers zullen werken. En op die manier kunnen we allemaal helpen om Suriname eigenlijk uit, ik weet niet of ik het een crisis zou moeten noemen, maar deze situatie te halen, ja. Ter afsluiting, jij mag afsluiten. Ja, ik denk dat we ook aan onszelf producten moeten gaan produceren. Zo hebben we ook een soort opbrengst voor onszelf. In plaats van buitenlandse producten te importeren, kunnen we zelf bijvoorbeeld sham of afwasmiddel. Ik vind niet dat het van het buitenland moet. We kunnen het zelf produceren. Dat is een groot bedrijf, CIC. Die eigenlijk daarmee al is begonnen. Maar er moeten nog meer van zulke bedrijven ontstaan dat Suriname toch nog uit kan komen uit de crisis. Jullie hebben ook alle zegen van ons hier en wij blijven het volgen. En wij gaan ook de mensen zo veel mogelijk op het hart drukken om deze beurs te bezoeken. Het is vanaf 3 mei tot 6 mei. Donderdag 3 mei tot
zondag 6 mei. En waar wordt het precies gehouden? KKF. KKF. U bent van harte welkom. Ik denk dat u een bijdrage moet betalen aan de poort, of niet? Ik weet niet precies. We hopen dat we ook iemand krijgen van de organisatie, Meet in Suriname Beurs. En deze studenten van het IOL, de studierichting Economie, hebben spullen vervaardigd die wij allemaal nodig hebben op kantoor, thuis. Maakt niet uit waar u bent. Het moment u bezig bent te werken met een pen, een potlood, anything, dan heeft u sowieso een penhouder nodig. En deze dames, want het is een groep van alleen maar dames, hebben ervoor gezorgd dat ze met spullen hebben gewerkt die ze hier kunnen vinden. En dus de man potipje poef poef of wat is karasari. De man mooi mooi a penhouder zodanig dat teeluk a penhouder. Je ziet dat je stimuleert van strana student. Ik wil jullie bedanken voor jullie bijdrage vandaag in Mantendaki en wij blijven het volgen. Many thanks. Dank. We gaan verder. Ik heb vandaag van een collega muziek gehad en hij zegt im horem ching je facitide. Dus lek fire horeng ala dentra religie usaptak sarana u abwang wa biji brom tijari et ala mang musma venem ching blo na so uktu de yeye mang. Ik zie ook de occasie de Fukang opo adedis nanga yeye. Je zon smakande na wan kina de itide voor de roko, maar toch ook toe den smarati tapuan safri fasi de ka arki en geniet fu siri fu Elena. En bijna mi abi fu bari wan fu den cameraman san de na studio wan tamai gueso. Mane Rupel hori strefi en ook tuso yu sandena oso yu opo yu dey nanga prisiri tu. Alasma abi a okasi na STVS fukan sori sandena en bakajari. So mi kisen fu a directoro di Jonsro fu jima big up ok tutaki ala grupu e kisa okasi ja. En foral in manten taki. Wanna so nanga anana wang yu dey ka opo nanga lobby. U abi den tu. Bijimawa tu bijimawa fukondre kwa uno jati de mene Ramon Magna en chisomoro arki nangasuma awakati de wanta mandisi ne waka e waboy tangade e waka utu nanga watu brada fukanchari a roko fu a kulturu a afro srana kulturu tapuang moro he level en ifu lukubung dan wapuang bijilising op zondag 6 mei. En het begint om 3:15 in de congreshal. Pedemang okoti mofonanga unu over een aantal onderwerpen. Maar moro fini, u saere voor de gasten zou habiteren in a studio. Baru wan biji morgu mene Ramon Magna. En u jiuna okasi kane u ja biji mandisa okasi fuka introduceren srefi bakate mene Ramon baro di. A kwa ye krekete? Ma hambo lubo kanta kara da wafu anga nefu na nakedwa mankedwa mpo sasi anke mponu jima. Mi hankra minto hankra jima da imanafa abradu bika mina kotokoi. Vrij vertaald in naam van de almachtige schepper, groet ik ieder, zonder aanzien des persoon. We zijn hier niet op ons eigen kracht, want wanneer je 's morgens opstaat, heb je te danken aan de Heer God daarboven. En we groeten en we hopen dat ons boodschap goed overkomt. Meneer, ik dacht wat is het in Akrumantipé, dat je damais refi, je aan een biggie boy toen zei. Precies, met dat humble lulubo, maar kantakara daar waarvoor dat want dat we tjaar uboskopu, we proberen jou zelf waardig kafesi, maar alles hebben we te danken aan onze voorouders. Goedemorgen. Goedemorgen. Yes, u mag je ook. Bravi, tando. ik wil daar graag nog aan toevoegen ook naar Safunintie, Danana en Bintifa Akoko, Fupipli Sabobi. En dat betekent ook dat wij door God vrezend ons op te stellen en nederig, dat wij zullen groeien. In onze gedachten zijn de wetten van Anana altijd bij ons. Waardoor wij hem vrezen en ook waardoor wij een ander, u in dit geval, hoger achten. Maar dat geldt ook voor het publiek, de mensen die kijken. Want ik ben hier met een doel om Winti te beleiden bij de heer Magnak. Maar ik wil ook dat de mensen in Suriname, dat zij zullen groeien naar elkaar toe. En dat is eigenlijk waarom ik hier bij ben.
Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Doe volgens mij wat ik goedemorgen. Nou, door je maat het takit idee. Ja. En hoe charme boskopu kong. Lek van hoe trots ik bada aan boskopu dat baka e kong. En aan boskopu dat die hoe wanneer precies vaat dong. 6 mei zei kong. Dan kondre mako arkibaka en ko luku en ko yere en ko verstaanbaka. Wan pisi fa kulturu. Vaat dong meneer Ramon Baka. En mek mi poten konso. No unu wa euroko an a kulturu fu a krioro wotaking. Want tita krioro heb je iedereen in de plurale samenleving. Alleen ter organisatie euroko tap den fasi derna. En unu moest respecteer den trawang, dat do respecteer ubaka. En we konanga sa kisi en sa den abi da sama etroa herwang. Fu hiero itwe bar alleen ter kulturu organisatie van bidji odi. Den sa we kotanga den sa mender we verstaus refi, ma langsam we verstaus refi, we konda pu alleen. En dat is het doel. Ma a thema, a leasing, a bidji doel fena peu komoto, peu de, sa abi etefu bidjisma, nanga sa ukan dunangeng, en dat wo toon, dape. A leasing ogo dipi. En leider de Eden Basha Carlos de Kananga, mi persoonlijk, of de inleiders. Maar zei dat hij dan zeer dat u opeten dat na kunst. Maar zo kan doen eten dat na sabi en dat we potkolen dat voor het publiek. En dus dat met de kon nanga alleen nieuwsgierigheid, maar ook met uw stalen zijn. Want sinds geloven dat je het temi jomi briba, tem shinem bribi. Dat we kon zijn niet sadape die de hoort dat je no. Epsamorait ade kwa fabel eigenlijk drama lok jaf tak ai mi bijisma besome soma den taki attention en bribi en dat hou gewoon daar tonen en daarom a laatste moment van alising odamor interessant moet no opogwena fesi jo so yo lasi den taki yo lasa pakara yo las lancer alising na pe un mopo pe un de en so abi ete abi en san ku kan do ete ya. Ok. En hoe kan doen? Voor PA praxering moet je voor zo'n rokokon? Nou, luku baka Ghana, baka a buku sankong, a heilige schrift en je zegt dat je tik en presi. Heb je arki ala satra toe, een enorme vraag nu daarnaar. En door je te houden aan de discipline en de regels, dat groei je in geest. Ook niet in jaren, alleen maar in jaren, maar ook in geest. En als je nu op Akata zou gaan, zou je iedere bevolkingsgroep, zoals meneer Hans ook, zou je daar ook ontmoeten. Hij is ja, daar commissaris van orde. Want ik heb het niet voor mij gekregen. Ik heb het niet voor mij gekregen. Ja, en ik heb het grap. Als je een verwaarlozing denkt dat je een kentje gaat worden, want ze zien het in. Ik loon Europa 28 jaar bij mij aan mijn moeder. Ik heb het vast. En dan Europa waar ik loon, dat ik hier grond heb. En abi, maar je moet je weiden. Im gifi kisi, im gile specifiek kisi. En teye gi, saye verlang fu, you know, saye nom duang asma, im verlang fu sma no du duang ai. Daarom zeg ik aan de andere religieën, de andere die op hun manier dezelfde schepper aanbidden, want mi basileer mi er is maar één aarde, dus betekent dat er één God is. In het Kurumanti zeggen we, aan tjua na tina voor zonu, maar na wama isa jina ike menintje. Een hond heeft 4 poten, maar kan slechts één weg tegelijkertijd bewandelen. Dus zou ik aan de anderen zeggen, zie neer op mij, maar alleen als je mijn schoenen bewandert. Ja, zie neer op mij, maar alleen wanneer je mijn schoenen bewandert. Oh, dus, die kwam eraf. Na Kurumanti tak en zo. Ja, ja. Mi kan jien traf asin, dan zegt men, zolang ik zie broken voor Dorosie, dus gaat alles te niet. Dus de historie, panya, we juju gaan als refief Doro, we haar als refief, dat alles aan je broken. Maar zolang ik zie broken in zee, dan alles aan je naar Libië ekom. Er komt er een keuken erin, een keuken dat je komt, ik zei, kom ik trafoor, dat Libië ontspreekt. Dat want taki. Zij no man mekibun, no poring. Nee. No nanga mofo, uitspraken kunnen gevaarlijk zijn. Yeah. No nanga elkaar herhalen met weere de sani. Mi konshidaf den sanat na lasten libeng. Godoro. En dat na ab beoogde doel eigenlijk. Zo ab nanga alleen zijn disi. Dat koluku en sami abi mine jaf nyangeng.
mi kan praten na ngai en sayu abi kan de mino abi en ook aan de juist en dat milobaneng fiti mi bedak fiti fuwini fosi netak no fiti fuwini milobaneng de man dat faalek dus mi eluka santaki at de tijd werken alles de tijd geest. Maar misschien heeft meneer onze commissaris van orde van Kuni Akata ook lid van onze denktank, want daaromheen hebben we een commissie van intellectuelen met juristen, alles eromheen, om te zien om de geestelijke top een beetje te beschermen. Dat menago is dat ding zijn ze dit op internet nu en zo. En dan zijn ik mego boemoeien en halen en trekken. Ik distancieer me helemaal van dat soort dingen. Ik hou me met het geestelijke bezig. Dat was speciaal. Commissie, ja, dus geen kan meer daarover. Oké. Okay. Ja, het is een instituut en we bouwen echt professioneel op met alles erop en eraan, internationaal en nationaal. Wat is uw bijdrage en uw rol als we praten over de Criollo cultuur? De voornaamste bijdrage die ik zal leveren gaat zijn dat er eenheid komt. Waar zit u die knopen? De knopen en de liefde die er kan zijn tussen alle mensen. En ook wat de heer Magnac net heeft verteld, we lopen allemaal dezelfde kant op. Dat doen we niet, klaarblijkelijk. Hè? Het lijkt alsof we allemaal andere kanten op lopen. Maar uiteindelijk lopen we toch dezelfde kant op. Allemaal de weg naar God. Wij noemen hem Anana, Keyaman, Keyampon. Maar andere religies die lopen ook naar God. En ook de ongelovigen, zij zijn ook geschapen, zij lopen ook allemaal naar God in mijn ogen. En vanuit die gezamenlijke liefde, ik kan het ook loboto noemen, zeg maar, de kracht van een ieder, die probeer ik aan elkaar te knopen, waar ik kan. He, dat is niet zomaar dat ik het doe met een knip van mijn vingers, maar iedereen levert zo zijn bijdrage daaraan, u ook, met wat u vandaag doet. En ieder mens levert op zijn of haar manier een bijdrage. En ik probeer dat te versterken en aan te moedigen. Niet om wat, maar men zal kijken van deze man is een blanke. Ja. En hij heeft zoveel fierie, hij heeft zoveel gevoel voor dat wat we eerder bij de Criollo-dingen zouden zien. Ja. Hoe gaat u om met alle reacties en feedback? Die feedback die valt wel mee. Misschien dat het achter mijn rug om gebeurt. Maar ja, voor mij heeft het niks met mijn kleur te maken. Ik heb heel snel... Kijk, vanuit mijn jeugd ben ik met een gevoel groot geworden dat ik in de natuur leef. Hè, een meer religieus standpunt naar de natuur toe. En voor mij was het wel heel nieuw om ook zeg maar, de aspecten van voorouderverering om daarvan te vernemen, van te leren en de gevoelens die ik had te plaatsen in die richting. En dat lukt mij binnen het Winti-geloof. En ik zie daar ook de verbinding tussen de verschillende religies, de openheid naar andere religies, de invloeden. En de verbindingen die ik daarin aantref, die raken mij in al mijn facetten. En of ik nou ja, deze kleur heb of een andere, ik vertrouw op God. Op mezelf, op de talenten die ik heb en die ik ter beschikking kan stellen aan mijn medemens. En uw paspoort is het heilig boek? Zo zou u kunnen zeggen. Ja, ik ben wel blij met het heilig boek dat is geschreven. Maar ook voordat het geschreven was, wist ik welk pad Anana voor mij had uitgestippeld. En wij toch zo'n mooi jongen, want dat je Anana voor mij had uitgestippeld. Va a consofara taki tra. Bevolkingsgroepen Moxikon Fukan Yepi Chari Afiri Fuan Yeyep Chinkwa Doro. Als je volgt een boom, Akata Sensting, heb ik al in als doel gehad en als dit stelling, men kan het ook bevestigen, dat Winti de heel tolerant naar anderen toe. En die stel heeft Akata altijd gehad. Als je daar komt, je ziet Yepman van hun distantse afkomst, Chinees. Ik kan je voor Javaanse afkomst, blank, Indiaans en Brakabuwale kunu. En Winti nadati, Winti is niet gebonden aan zeg maar de zwarte. Ja, omdat zeg maar
weet je op ubi moro de ingi ben de slavernij toe. Daarom soms mijn pre-wintipri, maar je heren tegenwoordig mijn pre-wa ingi banya. Terwijl eigenlijk je verplicht voor pre-ingi banya, want ingi ben de slavernij en de ben de igra wafesi. Alles dat we hebben meegemaakt, hebben ze ook meegemaakt. Ja toch? En daarom allemaal op een tent van ingi in. Aben, mijn bijvoorbeeld naar Finja Aben. Ja, ja. Ja toch? Maar trafasu aba ingi toe, want we zijn op dit halfrond geboren. Dus a zuiderlijke geest denango. Als je ook nagaat, laatst nog de Feni Binderen, dat bewijst dat die de fossies Madjaanse tapu Zuid-Amerikaanse zijn. Ik ben de Blakaman toe, overal ter wereld. Dus daaruit, door de natuuromstandigheden, des makong veranderd. En, maar het gaat bij ons om, we zijn één. If me kot you. Mijn kot want trasma, mijn kot amandis, heb je het bloed dat vloeit is rood. En dat is leven. En daarin woont Gods ziel. Ja toch? En vandaar, awinti is sorry to taking. Nou, wamama kuba bobi bobi okumamba, wamama kuba bobi bobo sandang. Dat want taki, wamma bobi udringi, wangru viri wasil. We komen van één God. We zijn niet door twee of andere gemaakt. Eén heeft de opdracht gegeven met zijn helpers. Dus wij volgen gewoon Sadem Bijis Maju en tap a passie dat we wakken. En dat betekent eenheid, samengaan. En dat is nation building ook. En dat is zo je bouw van kondre. Suriname is een bijzondere iets, dat zegt onze president ook. Sommige soorten. Maar na a kunst de, hoe kan je daarvan één maken? Een bundeling. En dat akata abi, kunje akata abing. En hoe werken daarna? Als je nu daar gaat, ga je iedereen daar zien. Dei nanga neti, en ieder staat voor ieder. Mis na 5 euro maand en 3 euro maand en soort euro. En soms je verschil nanga trasma of tra organisatie of Jonas maar emotie kan priwarol, maar je mag niet harddragend zijn in het leven. Anders is iemand beleid winti. Winti no danga fianti. U mag verschil, u mag. Sani, men zegt, je wordt toch krokosufu toe qua bens. Dat wil zeggen, we gaan redeneren met de handen op tafel, maar op een deur, we bereiken wat overeenkomst. We zeggen aan u brasa baka. Dat na winti. En. Minanga de meeste edema voor kerki de boom. Nooit weer kunnen zijn. Verleden ben ik een passie naar SRS. Ik zeg, Erwaard, ik luister naar u. Hij zegt ook, meneer Magna, ik luister ook naar u. Dus, amai go. Wat zou mij moeten drijven om te zeggen van dat ik die lezing bij moet houden? Ja. Nou, u wil eens zijn met uw volk. He, met alle verschillende mensen die hier in Suriname zijn, want het is een plurale samenleving. En als u die eenheid wil zien tussen de mensen, dan komt u. En u heeft een heel lang verleden met z'n allen hier. Heel veel mensen zijn gebracht. Er zijn er weinig die er al waren. En wat deze mensen allemaal hebben meegemaakt, dat maken we nu nog mee. He, er is een hoop djugu. Maar de krachten die deze mensen hebben, die zijn bijzonder. En ook de krachten die hun voorouders hebben gehad, die zijn bijzonder geweest. En als u daar iets van wil proeven, ja, dan doet moeite. Ja, het is bijna niet mogelijk om niet te komen. Wat is het geloof, als ik het vraag om? Winti. Winti geloof, ja. Maar mogen wij weer de vraag stellen? Wat is uw geloof? Ja, ook Windy. Oké, de mijne ook. Ik geloof in wat ik weet en wat ik heb meegekregen. Meneer Ramon, ik kan kardes maken, want ik ben een tak moro lang. Ik zou u op een farakoja, zo. Ik kan me voor dat. Maar ook moto. Ja, maar ik zou wel een kassiboto zou wel los. Maar dan zou dat je dan tevreden. Laat u verrassen door de sabi waarvan verondersteld wordt. Ja, ik lees het daar letterlijk. Ja, ja. Verondersteld kan worden dat deze nooit heeft bestaan en nu ook niet meer bestaat. Maar zin is geloven. Atek yo neo bribatek kone yoshi. Want boit alleen die ode heel, we go tjin dipina materie. We put one piece kunstwerk, zo ik haar katawasa dat naar dansgroep voel. Dat pe yoshi alle ding bevolkingsgroepen ding, a dansgroep voor de umasma voel. En dat we kan we jiwang wa sani sang. Buskondre wawas masabeng, cheche bubu,
Baas im absenoor tje bubu kong. Maar bakat direct in apis voor tje bubu. Nou, bijzondere show en tje bubu kon a bubu kong baas tapa metegi yo. Gaan we ook hebben dan wan verrassen we de. Wan san op saderape die alasma ayopir op dat ke. Hey, er is meer tussen hemel en aarde. Many thanks. Alising na 6 Mei en if u look atima da we si pe u mopo pe unde sang u ap ete nanga sang u kandu nanga sang u abi ete. Megine tum bigiman di si grand tangi fu di de mako prata bosko pou nanga. I guess like me mekwa wata sansa u beshi sonet fu siri fu Elena. Yeah. Na STVS teken op. Ja. Dus ik denk dat ik een uitgebreid verslag maar bij deze lezen we nodig STVS ook naar de Tramedia voor een teken. Want dit is ook een sani die den over giti zo snel moro. En someone taki, het gaat de moeite waard zijn, komt ik zelf zien. Het is maar om verterie. Ik moet u ook bedanken hoor. Het genoeg is wederzijds. Ampa na yokodai, wat hij daar zei. Genoeg is wederzijds, niks te danken. Ampa na yokodai. U heeft het gehoord mensen, het gaat allemaal om Mantin Taki, de donderdag editie met Novo Prisiri naar Novo Stop. We hebben ook nog wat beeldmateriaal voor u samengesteld en het heeft ook te maken met de congreshal. En ik denk dat Judith Ravenberg in de studio ervoor zorgt dat u nu van mag gaan genieten. Ja, dus bijna. Ik ben toch zo net voor de cameraman, maar dat is ook een goede naam. En ook een collega van de jazz en nakvoetoftok. Maar we gaan niet meer praten over muziek, we gaan nu praten over sport. En u weet het, if u sabi. If je Libi Agrontapu Ja, dan weet u precies dat we dit jaar weer een bijzonder moment hebben als het gaat om de verschillende landen die op een veld tegen elkaar uitkomen. Dan hebben we het over WK. En WK, tif itak over WK, en in elkaar STVS neem dat bijna in biggie opnieuw. Wie is uno de in a WK ete le kondre, maar le nationale zender, dan aan op Chinsoroko upoti. Sang u do u uiterste best voor kan chari aweka kongi u. Maar wij gaan niet specifiek praten over sang o gebeur precies tijdens weka wat tak over sa u bigi do voor wakagobita weka. En ik heb Romario hier in de studio van de afdeling sales en marketing en hij heeft een boekje voor me meegenomen, maar hij mag zichzelf introduceren. Dan gaan we praten over het boek. Ja, goedemorgen Sherman. Yes. De STVS heeft zoals wij tijdens elke week doen, een boekje op de markt gebracht. En dat is het WK boekje. Wij noemen het STVS WK Gids. En in dit boekje kan je alle informatie rondom het aankomende WK vinden. Het speelschema, de landen die mee zullen doen, ook de stadion. Informatie over het gastland Rusland, ook het logo van het aankomende WK en ook er wordt altijd een lied gemaakt, speciaal voor het WK en ook meer informatie over het lied. En in dit boekje heb je dus alle informatie, de meeste Surinamers zijn wel al bekend. Overvast, informatie. We hebben ook de afdeling productie die heel hard heeft gewerkt aan een promo en misschien kunnen we even de controlekamer vragen om dat voor ons in te schuiven. Veel hè? Ja. Oké, bedankt hoor. Ja hoor. Hoi. Hi, fuck. Hi, cool. Hi. Hey, wat is mijn? Hi. Dit? Hi. Dit is nou een week boek of STVS toch? Sinds wanneer? Ja man, is dat week in begin toch? We gaan vanaf 14 juni tot 15 juli. Yeah. De STVS kunnen gewoon hits. Ik kan vinden alle san me man. Dus suma e play, alle de me play. Pede mee play, suma die was op pool, mijn man, alle... Alles wil je maar zeggen. Nefo de, volvo no, in e volvo, luku ja. Yoru stref de. Yoru! Dat geeft iedereen weka strefi. Ja man, hey. Look at place, look at place.
20 SD. No man. Dat ze een nulcijfer eten. Nee man. Die straatding. Aan hoe wij zeggen, maar toen trapper koopt erop. Goop je supermarkt, je hebt een winkel naar Houten. Maar if you want sap moro, dan gaat op een website voor STVS. www.stvs.sr. Dus je want blow, idee naar Wika. Doe goed. Manakana. Hi, city. No, mi man na Rusland toch Moskou. Oh, Moskou. Hi, Mr. Moes bij mijn boekje. Hi. Maar mijn abrasje om aan toch dus daarom toch. Hi. Hi. Maar nog spannend zijn die kapsa. Hi. Leave this, give this. Nee, dat kan breder. No, niet breder. Oké. Oké. Dus, koop dit boekje slechts voor een bro, dan is deze week een hits van jou. Oei, na dit week ben je af en toe doe STVS naar die Rusland. Ja, maar check Samali babreda man baya buku ama fado want angri kan de kan de ini tu mat kos maar een blauw heb ik begrepen. Ja, voor een blauw is het van jou. En helemaal. Ik zie ook de directeur hier aan de voorkant, dus een idee van waar komt het eigenlijk? Ja, onze directeur. Nee, een weekaboekje doen we eigenlijk tijdens elk week. En de directeur van de STVS die heeft heel veel liefde voor sport. En natuurlijk wil hij. Ook. Ja, natuurlijk ook. Ja, ik heb ook mijn liefde voor voetbal natuurlijk. En ja, wij willen als STVS willen wij ook de marktleider zijn op het gebied van sport in Suriname. Als we kijken, dan zien wij ook dat alle groepen zijn al uitgezet. Ja, alle informatie kan je erin terugvinden en ook het speelschema. Maar behalve dat ook de stadions en heel veel informatie over het gastland Rusland. Het WK wordt dit jaar gehouden in Rusland. En er is een speciale mascotte bij elk WK, de informatie daarvan ook. En ook de nieuwe WK-bal, dat is de Telstar. De informatie over de Telstar kunt u ook erin terugvinden. En aan de achterzijde van het boekje hebben wij ook een schema waar je zelf kan invullen. Ja, waar je zelf kan invullen. En dan kan je eigenlijk al je prognose maken wie kampioen zal gaan worden van dit jaar. Ja, dat schema zal ik misschien even zo houden, dat ja, het goed te zien is. Ja, heel veel informatie, dus het belangrijkste is dat de mensen waar ben je precies kopen. Aan de achterkant? Dit is de laatste pagina. 58? Ja, 58 pagina's. Zo. Tellende pagina's. We willen natuurlijk ook de sponsors bedanken die hun volle ondersteuning hebben gegeven voor de totstandkoming van dit boekje. En zonder hun zou het eigenlijk niet mogelijk zijn. Voor een blauw is het van jou. We hebben maar liefst 200 verkooppunten in Suriname. Dus in principe zou je het overal moeten kunnen vinden. En ja, de informatie is duidelijk in het boekje. Alle informatie. Nou, misschien gaan we de directeur ook een van deze dagen in de studio vragen om ons te vertellen van oud Donanga uitzending Sani of zo'n Missie de Meiroko. Maar daarover kunnen we nog niet veel zeggen. Wat belangrijk is, Romario, Benny, ja. Thanks. En u kunt natuurlijk blijven volgen de nationale zender. Dan kunt u ook weten precies waar u zo een boek kunt halen. Het heeft allemaal te maken met WK 2018. En if you want sabi, en if you want bed, en if you want horistree, dan moet je dit gewoon hebben. Maar voor een blauw is hij van jou. Ja, ik moet even bij vermelden dat er vanaf vandaag de boekjes overal te verkrijgen zullen zijn. En ook de STVS is een van de verkooppunten. Dus als u dicht bij de STVS bent en u wilt graag een boekje, kunt u ook goed bij de STVS langskomen en zo'n boekje bemachtigen. Ik heb begrepen, G-president Juan. Natuurlijk, natuurlijk. Dat hoort gewoon zo. Wow. De STVS is natuurlijk de nationale zender en dat is natuurlijk weer terug te vinden in het boekje. En de STVS en het WK gaan gewoon samen. Dat is het belangrijkste. Nou, u heeft het gehoord. Vandaag hebben wij over sport gesproken. We hebben gesproken over over studenten. Je hebt alles gezegd toch, Mario? Ja, de meeste dingen heb ik gezegd. Kijk, de STVS is nu bezig. Ik moet natuurlijk zeggen, de STVS heeft de exclusieve rechten van de UEFA Champions League, de UEFA Europa League. Vandaag is er weer Europa League voetbal. En richting het WK toe zijn we wel bezig met enkele programma's. Op weg naar WK en de Road to Russia. Ik wil natuurlijk aan de kijkers ook vragen dat zij ook deze programma's volgen. Want in die twee programma's kan je alle informatie vinden over het WK. Op weg naar WK is alle informatie vanaf het eerste WK dat gehouden is in 1930 tot en met het WK 2014 en Russia 2018, dat is gewoon de informatie van de landen die deel zullen nemen aan het aankomende WK. Heb je zelf een favoriet? Ja, ik heb altijd een favoriet, maar ik kan het niet zeggen, anders krijg ik problemen met de andere gasten. Geen maar heb je gisteren gekeken? Ja, een mooie wedstrijd moet ik zeggen. Oh,
Ja, maar ja. Ik wil bedanken u voor het kijken vandaag naar deze uitzending van Mantin Taki. En ik wil u nogmaals meegeven dat u blijft kijken naar de STVS. Want zo'n boek heeft u heel hard nodig als u, wie is u een fan? U kan gebruiken, aboeko is altijd, voor kan horen erbij. En wie is u een bamboni voor paigwe? Alleen van meer in de Mantaki na promo, algeslik idee na wie kan ba, if u aboeko disi. We bedanken u nogmaals voor het kijken. De mensen die hebben gevolgd via SRS, ook een hele gezellige en productieve dag verder. En maak het beste van. Let op, het regent, dus be prepared. En zorg ervoor dat inogo waka waka ina alleen voor Tamara. I moest melden ziek, want griep nak u. Many thanks en tot de volgende week.